Als we kijken naar de situatie van Fruitmot, dan zien we dat er in het afgelopen weekend een behoorlijke vlucht heeft plaatsgevonden. Eigenlijk de eerste vlucht van betekenis. En dat betekent eigenlijk dat ook de bestrijding van Fruitmot op dit moment aan de orde gaat komen. Om te bepalen hoe de situatie op uw perceel is, is het verstandig om een fruitmotpalletje op te hangen. Aan de hand van de vangsten in deze val kunt u dan bepalen op welk moment bestrijding aan de orde is. Fruitmot is een van de weinige insecten die ook op een niet-chemische manier onder controle gehouden kan worden. We werken dan door middel van feromoonverwarring en zetten later in het seizoen ook viruspreparaten in. Om de ontwikkeling van de fruitmot in het seizoen te volgen, kunt u ook het model op onze website bekijken.